Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work. Een intens detachering en dienstverlening. Welkom bij de laatste NEC-update van het jaar 2022. Een moment om even terug te blikken op dit jaar. En wat voor jaar was het? Nou, er gebeurde heel veel bij NEC. Het eerste kwartaal deden we nog mee aan de plek voor Europees voetbal. Net niet gelukt hier in de laatste thuiswedstrijd. In de zomer kwamen er zomaar grote namen naar NEC. Denk even aan Tanane. En Jasper Cillessen kwam ook weer terug naar NEC. Kortom, een moment om even terug te blikken dit jaar. En dat gaan we in deze uitzending doen. Ja, nadat het net niet gelukt was om die plek 8 vast te houden, om play-offs te spelen voor Europees voetbal, gingen we de zomer in. De zomer waarin nieuwe spelers kwamen en ook misschien wel spelers weggingen. Er gingen er een aantal weg. Maar vooral die spelers die kwamen, die vielen natuurlijk op. En dan gaan we oefenen in de zomer van 2022. Bloedhitte. En dan zijn de eerste oefenwedstrijden in Wurt altijd waar er gespeeld wordt. En dan loopt daar Tanane in één keer. En Jasper Cillessen die terug was. En natuurlijk hebben wij even gesproken met Jasper Cillessen. Want hoe was het om weer terug te komen in Nijmegen? Je kwam weer terug naar... Naar Nijmegen, naar jouw NEC, waar het allemaal begon. Ook eigenlijk een beetje weer om het plezier terug te pakken, het keeper, of niet? Nou ja, plezier is een groot woord. Maar goed, ik wilde weer terug naar familie en vrienden. Omdat ik, ja goed, ik ben natuurlijk 11 jaar buiten Nijmegen geweest. En ja, voor mij was het wel weer tijd om terug te komen. En ja, goed, dan is het wel extra lekker om zo terug te mogen komen. Ja, dan voelde dit toch wel een fijnere stap om dan bij NEC aan de bak te gaan? Ja, kijk, ik wist dat ik hier gewoon in een warm bad terecht zou komen. Ik kende natuurlijk zo goed als iedereen. De club is... enigszins veranderd, maar ook weer niet te veel. Dus ja, vanaf dag 1 was het gewoon weer thuiskomen en dat had ik nodig. Ja, en natuurlijk gingen ze Nijmegen allemaal uit hun dak. Ja, en dat was wel extra speciaal en dat was wel mooi om dan zo terug te mogen komen. Ja, dan wil je natuurlijk wel je ook in de kijker spelen voor het WK. Dat lukt dan niet. Nee. Nou, dat was een enorme teleurstelling. Dan hebben we die laatste wedstrijd. Ja. Waarbij, volgens mij 90 minuten lang werd je toegezongen. Ja, dat was wel een hele emotionele wedstrijd. Ja. Dat voelde ik wel even, dat ging wel iets dieper dan ik dacht. Ja, maar dat moest wel goed voelen voor je, toch? Fantastisch. Dat is echt, ja goed, ik denk dat de beelden voor zich spreken. Ik heb het niet droog en dat maakt het wel speciaal dat je dan zo terug mag komen. En een thuiswedstrijd zo toegezongen wordt. Normaal gebeurt het alleen als je weggaat of als je stopt eigenlijk. Dus, maar ik ga nog even door. Kun je nagaan. Ja, daarom. En ja, maar goed, dit maakt het wel extra mooi dat het zo kan. Ja. En ja, goed, dat heeft mij wel enorm geholpen. Wij gaan dus voor een plek, play-off plek, Europees voetbal. Ja. Ja. Kijk, als je die doelstelling niet hebt, dan moet je niet je schoenen aantrekken. Nee, nou, we komen erop terug, ja. Jasper. Laten we hopen dat we aan het eind van het seizoen een mooie reportage kunnen maken over hoe we volgend jaar Europees voetbal gaan spelen. Hoe ziet kerst bij Cillessen eruit? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eerste kerstdag bij mijn ouders ben. Samen met mijn broer en zijn gezin. En tweede kerstdag heb ik nog geen plannen. Dus ik denk dat ik gewoon ook lekker rustig bij de familie ben. Gewoon lekker in Groesbeek? Gewoon lekker in Groesbeek. Dus laten we hopen dat er niet te dikke pak sneeuw ligt. Want ja, dan wordt het lastig vanuit Nijmegen naar Groesbeek. Maar... Met de slee? Ja, dan loop ik naar Groesbeek. Oké, fijne dagen alvast. Dankjewel. Jullie ook. Ja, en in de zomer van 2022 werd er ook een nieuwe en een zeer bijzondere grasmat neergelegd in het Goffertstadion. We kregen Wembley gras, om het zomaar eens te noemen. En daarover sprak ik met Theo van Bentem. We zijn het veld aan het renoveren en wij maken van een normaal natuurgrasveld een hybride veld. Ja, en wat wil dat zeggen, een hybride veld? Hybride is kunstgras en natuurgras. En dit is... nu 4-5% kunstgras en de rest gewoon natuurgras. Dat hadden jullie hiervoor dus nog niet. Nee. Waarom hebben jullie daar nu wel voor gekozen? Een hybride veld is gewoon sterker. Hè? Dat gaat een kunstvezel, die gaat 18 centimeter diep. Kijk, het normale gras, als je ligt ook aan de weersomstandigheden en aan de beworteling.
dan kun je speelschade hebben waardoor je zo'n hele flap overziet. En ja. Als je nu zo'n vezel hebt die 18 centimeter diep geworteld zit, dan kan dat niet. Dan krijg je die speelschade niet. Dan krijg je een sterker veld. Ja, en dan was er nog meer groot nieuws dit jaar. Want NEC nam afscheid van technisch directeur Ted van Leeuwen. Dus men moest op zoek naar een nieuwe technisch directeur. En die werd gevonden. Carlos Albos kwam terug naar de Goffert. Als eerste gefeliciteerd en welkom terug. Dankjewel. Ik ben al een paar keer benaderd om terug te komen. Waarom nu wel? Waarom nu wel is... Ja, je kunt ook zeggen waarom toen niet. Hè? Dus dat is ook één. Ik heb de afgelopen 4,5 jaar bij AZ gewerkt. En dat is voor mij een voorbeeldclub in een omgeving waar ik het geweldig naar mijn zin had en heb gehad. Dus dat is een reden om het toen niet te doen. En de andere reden is de organisatiestructuur binnen NEC is in de tussentijd veranderd. Tussen de eerste keer en de derde keer dat ik gevraagd ben. Je zegt de organisatie zit anders in elkaar. Wat is het grote verschil dan met een aantal jaar geleden dan voor je? Nou, de organisatiestructuur en de governance zeg maar, binnen deze club is zeg maar, heel erg veranderd. En ik heb bij een club als AZ ook gezien dat het gewoon heel erg belangrijk is binnen een organisatie. Dat je van daaruit zeg maar, structuur, visie en duidelijkheid hebt. Hè. Dan weet je ook met z'n allen welke kant je opgaat. En dat is ook graag de manier waarop ik wil werken. En ik wil met een bepaald idee werken. Ik wil keihard werken. Ik wil samenwerken, maar dan wel zeg maar, voor dat ene doel. En dat is om hier zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Ja, maar de passie die Marcel Boekhoorn heeft voor NEC en dan misschien ook nog wel eens de portemonnee die hij heeft. Ik kan me voorstellen dat dat best aantrekkelijk is om dan hier te starten als TD. Ja, dat het is belangrijker, is, denk ik, is dat je. Ja, waar staat de organisatie en hoe, zeg maar, welk idee en welke visie je hebt? Hè? Want het is niet altijd de portemonnee die uiteindelijk het succes bepaalt. Dat heb ik de afgelopen 4,5 jaar ook ervaren in Alkmaar. Ted hield niet zo van camera's, maar wij kunnen wat vaker je voor de camera halen. Ja, absoluut. Want het is een onderdeel van het vak, is dat je de media, want de media is weer zeg maar de lijn zeg maar, naar het publiek. Nou, er zijn gewoon, hier kunnen er elke week 12.500 mensen in. Alleen daaromheen zijn er nog 100.000 mensen in deze regio die deze club volgen en een warm hart zeg maar, toestreken. Dus dat is voor mij ook gewoon belangrijk om zeg maar, met elkaar ook goed samen te werken. Ja, en dan is het ook even tijd natuurlijk om terug te blikken met algemeen directeur Wilco van Schaik. Op natuurlijk de komst van Carlos Albos en wat er allemaal is gebeurd afgelopen seizoen. Hoe kijk je terug op de eerste helft? Ja, 14 wedstrijden. Het is een beetje raar dat je dan al over de helft praat. We staan 9e. Nou, daar kun je tevreden mee zijn, maar ik denk als je naar alle wedstrijden kijkt en je hebt 8 keer gelijk gespeeld, dat we niet te vaak te veel hebben gekregen, maar te weinig hebben gepakt. En daar valt denk ik nog heel veel te verbeteren. De verwachtingen waren wat hoger dan vorig jaar, dat mag ook, dat hoort er ook gewoon bij. Niet dat we dit jaar al voor Europees voetbal gaan spelen, maar we wilden het beter doen dan vorig jaar. Ja, als je dan 2 wedstrijden voor de winterstop staat waar we stonden en je wint die niet, ja, die scenario's heb ik natuurlijk ook wel door mijn hoofd laten gaan. En dat waren geen prettige scenario's. Is trainer ooit te sprake gekomen? Rogier, dat heeft ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Ron van Ooy, gezegd. En dat is niet nu omdat we 2 keer winnen. Maar als we 2 keer hadden verloren, had Rogier ook gewoon hier blijven zitten. Ik denk dat dat ook een beetje bij deze club moet gaan passen. Heeft het in 3 jaar tijd, het eerste jaar gecombineerd en daarna 2 jaar uitstekend gedaan. Het stadion, terugkerend onderwerp eigenlijk in onze gesprekken altijd. Gemeente wijst een beetje naar NEC, NEC wijst weer naar de gemeente. Hoe zit het nu? A en C zijn de 2 concepten die er liggen. A met de toren, C het vogelnestje. Die worden nu uitgerekend. A zal goedkoper zijn dan C. Nou ja, als C duurder is en dat willen wij in de stad en dat wil de politiek. Ja, wie gaat dat dan betalen als het duurder is? Daarnaast hebben we ook nog de waarde van dit stadion. Er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar met het instorten. Wat is de waarde nog? De koopoptie is een paar jaar geleden bepaald. Ja, die waarde is nu ook wel aan het dalen. Dus daar zullen we in de komende maanden ook nog wel een keer een discussie over hebben. We zijn aan het kijken en aan het focussen op het wonen. Stel dat de politiek, want we moeten met alles rekening houden, daar toch niet achter staat op de manier zoals wij dat willen. Ja, dan moet de politiek ons ook weer gaan helpen. Wij moeten voor volgend jaar december die koopoptie wel of niet lichten. Dus ja, we zijn echt vol bezig. Waar heb je het afgelopen periode of deze eerste seizoenshelft het meest van genoten?
Ja, van het volle stadion. En zowel uit als thuis. We staan in Nederland echt bekend als een club die het uit geweldig de sfeer maakt. Dat krijg ik ook van collega-directeuren te horen. Ja, dat vind ik echt... daar word ik wel trots van. Dat is wel echt NEC. Dat maakt ons echt tot een mooie club. En dat moeten we echt koesteren. Betekent dat jij ook nog niet klaar bent? Nee, ik heb het enorm naar mijn zin. Ik ben wel gepakt door de stad, door de mensen. We hebben nog een stadion te gaan. We moeten stabiel in het linkerrijtje komen. Financieel moeten we de boel op orde krijgen. Je bent niet op de winkel aan het passen? Nee, maar dat kan ook niet. Want die winkel is nog helemaal niet... Dat kan niet. Er moet nog zoveel gebeuren hier. We zijn nog maar net begonnen. Dus daar ga ik graag nog een paar jaar mee door. Ja, en dan trainer Rogier Meijer. Natuurlijk, die hebben we ook vaak gesproken het afgelopen jaar. En daar hebben wij een compilatie van gemaakt. Rogier, heb je een beetje kunnen slapen na gisteravond? Moeizaam. Kort nachtje geweest. En, niks aan gelogen, hè? Nee, helemaal niks. Nee. Het was geen topnacht, nee. Ja, dan kunnen we morgen een stukje geschiedenis schrijven, zou ik maar zeggen. Iedereen lekker op tijd, dus nou naar huis? Ja, Junies kwam eraan, dus we hebben maar besloten om hem iets naar voren te halen. Zodat iedereen rustig naar huis kan en geen last heeft van verkeer en of de wind zelf. Dus. En over die vierde tegengoal maakte jij nog heel erg kwaad. Waar ging dat precies over? Afsluiten niet meer over hebben. Het gaat regenen, we houden ermee op. Ja, heb je heel goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het is goed weer. En langs de lijn. Ook dat. Ja. Dan gaat het toch even individueel mis. En dan lijkt het dat er gewoon het vertrouwen wegzakt in de ploeg. Hoe ga je daarmee om? 20 minuten goed speelt tegen de eerste 20 minuten speelden jullie eigenlijk goed aan van voetbal. Ik vond eigenlijk wel het eerste uur, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat zijn wel redelijke dooddoeners wat mij betreft. Ja. Ik denk niet dat wij... Tenminste, ik heb niet de hele week naar de stand gekeken. Heeft Jordi die uitgezet? Ja. Ja. Nu dan? Ja. Dat is een flauw grap. Hey Bruintje, heb jij die microfoon uitgezet? Hey Rogier Meijer, we gaan op bezoek naar Volendam bij Jan Smet. Wat is jouw favoriete nummer van Jan Smet? Poeh, mijn favoriete nummer van Jan Smet. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Ik zou het niet weten, moet ik eerlijk zeggen. Hij staat niet echt in mijn playlist, Jan. Nee, dat is niet jouw muziek. Nee, maar volgens mij zingt hij ook niet zoveel meer. Mag even. Voordat hij weer houden. Of ja. Weg ja, sorry. Dan nog even over NEC. Afgelopen week weer veel in het nieuws geweest. Is het wennen voor je dat NEC bijna elke week wel in alle praatprogramma's voorbij komt? Nee, ja. Je kent me nou wel een paar jaar volgens mij. Ik maak me niet zo druk daarover. Ik ben zelf ook niet zo goed bij stem, dus laten we het vooral bij voetbal houden. Op social media is veel aan de hand, hè, vooral over de nieuwe spits. Daar wacht iedereen al, maanden op de nieuwe spits. Wat vind jij er dan van? Word je niet een beetje moe van het wachten of geduld is schone zaak? Nee, je wordt niet moe van het wachten. En de tweede wat je zegt klopt, geduld is schone zaak. Goed, jij ook hier kort nachtje geweest, hè, na AZ. Ja, zichtbaar, maar nee, klopt. We waren laat terug. Ja, en over Kramer gesproken, die is er niet bij. Dus ja. Die haakt af vanmorgen. Die kans is groter dan dat hij aanhaakt, ja. Ja. Kijk. Zeg, naar huis rijden vanuit de Goffert met winst, dat voelt wel lekker, hè? Ja, nee, maar voor de mensen die er waren, en ik vond dat er nog vrij veel waren gezien het tijdstip en misschien de prijs-kwaliteit verhouding. Was het wel blij. Toen dat gebeurde, wat doe je dan als trainer? Bel je hem dan op bijvoorbeeld? Wat bedoel je precies? Nou ja, toen bijvoorbeeld Rafael van der Vaart die opmerking meldt en je ziet dat, je krijgt dat mee. Is dan iets waar je denkt van, ik stuur hem een appje of ik bel hem eventjes? Nou, ik heb hem gewoon de volgende ochtend, ik weet niet precies wanneer dat nieuws, die onzin bekend werd. Dus ik heb hem de volgende ochtend hier gesproken en dan heb je het even met elkaar over. Ja, de thuisoverwinning, dat mag wel weer een keer. Ja, zeker. Volgens mij hebben we dit seizoen 1 verloren, 1 gelijk. Dus het is wel fijn als er een overwinning komt. Ja, ik was het ook niet met je eens daarover. Ik vind ook dat je geïrriteerd moet zijn. En, 3 keer was dus scheepsrecht. Ja, nee, jouw voorspelling die kwam er volledig uit. Dus ik ben blij mee en benieuwd wat je vandaag hebt bedacht. Vooral kijken van dat we zelf goed spelen. Dat is het allerbelangrijkste. Tot punten, al had je misschien liever nog eentje gewonnen natuurlijk. Ja. Het is ook de kleuren, die zit altijd hier dwars in Nijmegen, ja, van die beesten. Ja. Mocht je gisteren PSV Arsenal gezien?
Ja, een gedeelte. Ik moest eerst de kinderen naar bed brengen en toen heb ik het grootste gedeelte gezien. Ja. Oh. Wat vind je daarvan, om die commotie, om de wissels? Oh, ik heb er niks van meegekregen, moet ik zeggen. Nee. Nou, dat was wel veel te doen voor de wissel van Propen en Duurland. Okay. Maar je hebt er niks van meegekregen? Nee, ja, ik hoor het voor het eerst. Nou, dan heb ik ook niks over te vragen. Ja. Nou, laten we dat vooral zo houden. Ja. Ik zeg niet fijne vakantie, ik zeg gewoon tot volgende week. Ja, tot volgende week. Dankjewel. Dankjewel. En dit was hem dan, de laatste NEC-update van dit jaar. Natuurlijk zijn we er volgend jaar weer en dat is al heel snel, want 8 januari speelt NEC hier thuis tegen Ajax. Dus dan is er ook weer een nieuwe NEC-update. Tot die tijd, hele fijne feestdagen namens iedereen van RN7 en zeker namens het team van NEC. En tot volgend jaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.